Wij zijn hier vanavond, met z'n allen, om de boel hier te komen checken. Grote gang doen. Die valt erin! Daar staat hij, hier. Volg, die! Deze? Ja, die! Druitje! Waar ben jij nou hier? Ik denk dat ik dadelijk even met Loek ga praten over zijn deurbeleid. Dit kan echt niet, jongen. Maar wij zijn hier dus vanavond om de boel te gaan checken. Want wij hebben een VIP bij ons. De VIP. En hoe wij hem op doen. Zoals ik al zei, we hebben echt een VIP bij ons. Wij noemen hem ook wel de Hako. Heel knappe noetelonken. Hako, het is veilig jongen, die kruikenzeiker is weg. Komt er maar bij jongen. Mijn naam is Karel Meel. Vaak afgekort tot Karel M. Karel M. Maar ik had de Ger andersom afgekort gehad. En niet in de K. Meel. En eerlijk gezegd, ik ben veel te goed voor Oeteldonk. En daarom heb ik mijn eigen persoonsbeveiliging meegenomen. Om me te beschermen tegen de boeren. Daar jullie bent. En ik snap dat niet, hè. Veriger ook. Jullie allemaal trots zijn. En ook met de verbouwing van Oeteldonk Centraal. Het spant daarom. Of die een opstapsteen van de hoogheid er op tijd zou liggen. En dan het station van die kruikenzeikers. Daar is pas echt een station. Daar gebeurt tijdens verbouwing tenminste wel wat spannends. Oh ja. Ja, en jullie hadden maar Oeteldonk dit, Oeteldonk dat, hier Oeteldonk, daar Oeteldonk, heel het jaar deur Oeteldonk. Ga er eens een keer tussenuit. Ga bijvoorbeeld naar de... Ik heb bijvoorbeeld naar... Ja, ik noem maar iets. Ja, een voorbeeldje. Ik kan me zoeten. Wat zijn jullie nou, Akko? De Kama Sutra, ja. Ga naar de Kama Sutra. Dat is nou toch eens leuk. Ze had ook een keer een vrouwke op Facebook gezeten. Die wilde met mij mee naar de Kama Sutra. Maar dat vrouwke. Lelijk. Het was net een heks. En stinken. Het is net een 3 jaar keeper komt. Maar zij vroeg dat dus. En ik doe bij mijn eigen. Wat denkt u nou zelf? Wat denkt u nou? Maar dat zijn niet tegen dusken van 11. En er is nog een reden waarom die persoonsbeveiliging bij hebt. Ik wil jullie graag wat vertellen over discriminatie. Maar dat kan je tegenwoordig ook niet veilig meer doen. Kijk, bijvoorbeeld deze Zwarte Pieter discussie. Helemaal uit de hand gelopen. Want het zou racistisch zijn. En daarmee wordt onder andere gewezen op de kleren die Zwarte Piet aanneemt. Maar kijk nou eens goed. Er zijn bijna dezelfde kleren die Amadeer ook aanneemt, hè. Maar dat is toch zeker geen slaaf, hè?
Ja, misschien van Sander van de Gevel. Mee zijn regeltjes en beperkingen. Maar dat kent toch niet? De letterlijke betekenis van minister is dienaar. Het is gewoon een omgedraaide wereld. Je ziet er ook geen aap in een bananenpak. Ja, mijn schoonmoeder. Ja, en jullie, hè? Jullie zijn ook een stel racisten bij elkaar, hè? Altijd maar klagen over die buitenlanders. Als er jullie lag, mocht die buitenlanders oetel ook niet eens in. En daar zijn dan wel leuke maatregelen op gevonden. Zoals bij de café op de Met. Ik stond aan de rij, hè? Aan de deur stond zo'n afgekeerde militair. En die zei tegen mij, hè? Dat ik, Dun Harco, ik mocht er niet in. Hij zei tegen mij, ga maar naar het Oeterpaleis in de Karrenstraat. In de Kerkstraat. Ga dan maar naar het Oeterpaleis. En ik dacht bij mijn eigen. Oeterpaleis. Oeterpaleis. Dun Palace. Dat leek mij wel waar. Dus ik voel hoe je moet naar Dun Palace, hè. Kom ik eraan, staat er aan de deur ook zo'n afgelikte boterham van het portier. En die zei tegen mij dat ik niet in mocht. Ik sprak niet boven de rivies. Die zei tegen mij, ga maar lekker naar de Karrenstraat. Maar dan heb ik zo'n rotwoord, hè, Karrenstraat. Kijk, ik ben er mijn bek niet uit, Karrenstraat. Dus ik daarheen, en wat denkt hij? Mocht er ook niet in. Ik kotste niet hard genoeg in de geut. Ja, toen ben ik maar naar Hassan gegaan. En daar mocht ik wel binnen, want toen was ik helemaal leeg. Maar daar word ik tenminste wel gastvrij ontvangen, hè. Zoals die mensen met grote bakkers, zei tegen mij. Hé, hey, matje, alles goed? Ja, met mij wel. Hé, hey, matje, zeg maar, wat wil jij bestellen? Ja, even kijken, doe mij maar... Doe mij maar een kapsalon. Een kapsalon? Ja, een kapsalon. Een kapsalon, komt eraan. Opeens was dat ding klaar en zei tegen mij. Hé, hey, matje, jouw kapsalon is klaar. Nou, dankjewel, ik eet dat ding op. Ik gooi mijn afval weg en ik zeg tegen hem. Hé, hey, maatje, het wel lekker, maar ik ben er weer van deur. Hij zegt. Hé, hey, matje, waar ga jij heen? Ik zeg, kapsalon. Maar dat snapte hij niet. Ja, toen heb ik met jullie maar de borrelbus gevat. Maar met die twee gaat het ook niet van een leien dakje. De dienier die drukt altijd veel te laat. Komt op een heel andere plek uit. En de dienier, als je maar begint te drukken, zit gelijk over de broek vol. En een ander probleem tegenwoordig, hè. De vrouwenemancipatie. Moet eens voorstellen dat ik hier, ik, Dun Harco, hier had gestaan. Met twee van die pottige dames. Maar dat is altijd beter dan Johan Alders. En mijn bodyguards, die moet ik ook altijd overal mee naartoe nemen. Zo ook naar Kwekfestijn. Maar dan moeten van die minten kopen, hè. En dan is er altijd wel één persoon. En dat is altijd dezelfde. Die naar je toe komt, wilde gaan we drinken. Ja, doe mij maar een pilsje. Mag ik dan één mintje alsjeblieft? Maar dat is ook altijd beter dan dat de Henkjes en Kwekfestijn zouden winnen met Lievenier 2.0. Die snap ik niet. En dan die... Oh, daar staat hij. Hier nog één. Die snappen het wel, zeg. En dan doe een tekst, hè. Als ik ooit in de hemel kom, dan gaat die bossensjaal weer om. Nou, ik heb hem maar meegenomen, want ik weet maar nooit. Maar ik zal hem maar aan jou geven, want als ik word aangevallen, ben jij de eerste die gaat. Maar over die vrouwenemancipatie, hè? Ja, tegenwoordig kunnen zulke dingen niet veilig meer zeggen. Zeker ook, ik lijk een afwasbosje naar mijn kop gesmeten. Maar, en dan moet ik sympathie gaan tonen voor de vrouw? Echt niet. Ja, één keer.
Nou, dan won je sympathie, dan wou je meelui. Ik was op een of andere slecht feest in Vught. En je kent het wel, er verandert wat in uw lichaam. Ken je dat er wat verandert in uw lichaam? En uw dermen slaan op hol? Nou, bij mij waren er ook niet zo'n heel klein beetje, ook niet. Oftewel, dikke shit, gauw naar de wc. Maar de mannen-wc was bezet. En kapot. En kapot, ja, zoals hier in de stallen. Maar ik denk dat ik mijn naam ga veranderen naar Karel Koningen, want ik ben ook met de tekst kwijt. Ja, zoals de kleinkinderen had zeggen, de hut er allemaal bij, hè? Oh ja, dat is het weer. Maar heb je hier ook wel eens last van? Een drijvend wc-papierke. Dat is zeg maar, als je klaar bent en je spoelt deur, komt alle water in die een pot. Dan is het één klein velletje wat zo blijft drijven. En dan moet er weer een half uur wachten voordat het ding weer vol zit. En als je te vroeg deur trekt, dan blijft hij gewoon drijven. Ja, dat vind ik best vervelend. Keer sterker! Echt waar? Prinses Guida? Echt waar? Kennen jullie haar, prinses Guida? Nee, dat is helemaal prinses van het hart. Nou, ik vind hem in een bos aan Cruella de Vil. Met die je bontjas van der. Vies kakwijf. En dat gedrocht, hè? Dat komt uit een diest, hè? Dat is daar heel gauw weer in donderd. En zou ik je daarmee willen helpen? Nou, goed personeel, toch? Maar een diest, ja. Een diest. Er was met jubileum een hele mooie bootjesparade overheen. En weet jubileum? Heb ik zelf ook een heel mooi nummer geschreven. Ik heb het helaas niet uit kunnen brengen, maar ik wil jullie graag laten horen. Chef, zet de muziek maar aan. Ja, stop maar, stop maar. Dat heb ik weer. Even met een manager bellen, want ik ken echt niet. Ja. Met mij. Waar is dat nou? Ja, die een cd natuurlijk. Wat er mee is? Ik zal hem precies vertellen wat er mee is. Er staat verdomme de verkeerde muziek op. Ja, ik sta hier een schitterend optreden te geven. Ik heb zelfs Bodyguard 1 tot en met B100 meegenomen. En dan zit jij tegen mij. Foutje moet kennen, baas. Ja? Ja? 6 uur. Nee, ik doe mijn tomatensoep wel met ballen. Oké, hou de man. Ja, dan zal ik dit toch maar moeten doen zonder muziek. Ik ga het toch proberen, ik weet niet of het helemaal lukt, maar ik noem mezelf het ultieme jubileumlied. 11 x 11 + 11 jaar is Oeterdonk al bij mekaar. Boeren, dusjes allemaal komen samen in de zaal. Veel drinken doen ze heel de dag. De ene met een traan en de ander met een lach. Hooguit peer en adjudant. Gooit de stoelen aan de kant. Handen mogen in de lucht. Lucht, lucht, lucht. En 1, 2, 1, 2, 3, 4, come on, come on. Come on and sing that song. En lucht! Ja, lucht. Ik moet wel even bijzeggen, dit nummer is medeschreven door Hans de Voort en ik heb het eerlijk gehad. Maar dit is wel handig, hè? Zonder smartphone. Je hebt alles binnen handbereik. Je kan ermee bellen, sms'en, facebooken, appen.
Maar van die nep hoor, ik word er af en toe zo ziek van, hè. En dan helemaal met oud en nieuw. Ik krijg er ziek veel van die berichtjes. En ook deze, geef ik van meerdere mensen. Vind je dat de klok 12 slaat? Vind je dat het netwerk plat gaat? Vind je dat ik mijn telefoon verlies? Omdat ik zo dronken ben. En vooral voordat jij te dronken bent om dit te kunnen lezen, wil ik u een super spetterend leuk, liefdevol en gezond 2015 wensen. Happy New Year. Maar dit een berichtje kreeg ik ook van dezelfde mensen van 11 die naar de dingen wouden. Kamasutra. En daar gaat dus wat mis met de vrouwenemancipatie. Zo zie je maar weer, vrouwen moeten gewoon hun eigen dingen doen en hun prijs op het witte paard gaan zoeken. En ik ben dan meer een prijs in een mooie Mercedes. En wat denkt u van vrouwen in het protocol? Ja, is het veilig? Wat ik wil zeggen over vrouwen die in het protocol willen, is dat ze gewoon... Iedere zaterdag, zondag en dinsdag op Postion. De zender voor heel Oekraïne.